What's good? Kel fam, hallo. Sorry, ik liep even vast. Kan soms gebeuren. Hey, zeer goedemorgen, middag, avond. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Mijn naam is Kelvin, ook wel beter bekend als Willem de Vindergaster. Maar ja, dat is mijn naam die niemand kent, dus noem hem maar gewoon Calvin. Dankjewel. Ja. We hebben 805... How is it even now? Is it possible? I don't know how possible that is possible. 850.000 Kelfam member. What's good, man? Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe het dan sowieso door je even te abonneren op mijn kanaal. Volg me ook op Instagram. En ja, Nina is het ook geabonneerd op mij. Oké, dat is goed. Ik snap niet waarom jullie allemaal op een of andere manier geabonneerd zijn op een papi die een beetje paprika's loopt te chappen zonder dat hij nu paprika's heeft. Maar eigenlijk heeft hij wel, ik heb een paar. Wacht. Deze video gaat over het feit dat mijn lieve Otje helaas een aantal weken geleden van het balkon is gevallen. Het was een zwarte dag in mijn leven als kattenvader. Zeg je eerlijk. Serieus, het is niet leuk om je kat van 4 hoog naar beneden te zien vallen. Ik lach ook al, maar het is niet grappig. Maar het is, nee, het mag niet, maar ik kan niet meer lachen. Straight face. Oké. En mocht je je afvragen, hé, wat ligt er voor dode vogel op mijn hoofd? Ja, dat kan, ja. Ik heb er iemand nog een goede kapper. App me, stuur me even WhatsAppie. Dankjewel. Waar het op neerkomt is dat op een of andere manier Otje het een bijzonder goed idee vond om van 4 hoog naar beneden te jumpen. En ik ben hier vandaag om jullie te vertellen over hoe dat ging. Een beetje een soort van mijn verhaal over. Het wordt hilarisch, oké? Blijf kijken, het wordt fantastisch. Kijk, Otje vindt niet wel lief. Hé, hey, papies, kijk even hoe tand, hoe schattig deze poes is, hé. Hey. En dan heb ik het niet over dat beest met oren, als je begrijpt wat ik bedoel. Oké. Oké, het is tijd voor reconstructie. Ik en mijn lieve vriendinnetje Nina zaten rond een uurtje of 7 lekker op de bank tv te kijken, totdat Otje op de rand van het balkon sprong en toen zei Nina ineens... Kelvin, haal even die kat van de rand van het balkon af. Alles straks valt ze nog. En toen zei ik... Nee joh, doet ze altijd, maakt niet uit. Ze valt nooit. Is oké. Geen stress. Maar vervolgens werd ik gebeld en dacht ik, nou laat ik het telefoontje maar even opnemen. Hey. Ja. Ja, En terwijl ik mijn onwijs belangrijke telefoontje aan het plegen was, dacht ik, misschien kan ik Otje wel even van de rand afhalen. Die miljoenendeel maakt niet uit. Maak er maar gewoon 5 miljoen van. En terwijl ik naar de rand liep en mijn handjes klaarmaakte voor het grijpen van Otje, gebeurde dit. Nee, ik moet even mijn kat van de rand van het balkon pakken. Wachten. Fuck! En zoals jullie weten, Otje leeft nog steeds. En ik ga jullie vandaag vertellen hoe ik dat op de magische, meest Superman manier voor elkaar heb gekregen. Ik zweer het je, ik ben de held van de dag. Dat ga ik je wel vertellen. Oké, zo ging het. In de zak. Comedy. Kelvin, met echt tering grappig, man. Je moet echt meedoen aan een soort comedyprijs. Daarmee word je vast 12e. Oké, dat is goed. Dankjewel. Oké, zoals jullie misschien kunnen raden is dat niet helemaal precies in detail de manier waarop het gegaan is. Maar dit is wel de manier waarop het is gegaan. Oh, fuck. Vroeger was ik grappiger. Dit is ook niet de manier hoe het gegaan is, hoe graag je het ook zou willen. Ik heb niet in de tussentijd een fucking trampoline gekocht. Nee, er is nog iets bij me. Ja, hey. Nee, de echte manier waarop het is gegaan, en hier moet ik geen grapjes over maken. Dit is de manier waarop Otje het overleefd heeft. Oh, katten vangen van Hamelen. Comedy. Oké. Leuk bedacht, Kelvin. Echt leuk zo met die effecten. En met dan met een pistool en zo. Is echt leuk. Zo cool gedaan met echt coole YouTuber. Dankjewel.
Jullie hebben lang genoeg moeten wachten op de waarheid. Maar de waarheid is dit. Otje is zeg maar gewoon kaart op de stenen gevallen. Ja, dat zei ik iets te makkelijk. Maar ja, dat is wel hoe het gegaan is. Ja, sorry Otje, je bent tering hard op de grond geflikkerd. Spijt me enorm. Er is niks gebeurd. Ze jumpte op de stenen. Ze had last, maar ze is niet dood. En ze she's alive and she's better than ever. She knows what life is right now. Snap je? Nee, oké. Okay. Ik ga jullie even laten zien hoe... Kijk, wacht. Ik neem jullie even mee. Kijk. Jongens. Luk. Otje is gewoon zo... Wow! Getiefd. Otje is gewoon... wacht. Oké. Okay. Ik zal jullie even demonstreren over hoe hoog het hier is door middel van een wetenschappelijk item. Wacht even. Bij jou. Hey, Otje. Hey. Kijk, zo hoog is het hier dus. Dat ging goed. Dit had Otje kunnen zijn. Deze splash hadden gewoon alle ingewanden van Otje kunnen zijn. Maar in plaats daarvan kwam ik beneden en was er gewoon nog levend. Dat was echt een legendarisch moment, mensen. Ik heb nog nooit zoveel vreugde gevoeld op het moment dat ik beneden kwam en Otje levend aantrof. Het was gewoon alsof ik weer opnieuw geboren werd, snap je? Hé, hey, maar mocht je nou denken... Fuck, Calvin, laat je je kat nou nog wel weer op het balkon of niet dan? Wat is nou de oplossing voor? Wat is nou het moraal van het verhaal? Nou, dan is het antwoord vrij simpel, mensen. Kijk maar even. We hebben een net gekocht. No cat will ever escape from the balcony again. It's okay right now. En mocht je nou denken, oh Kel, dat is echt zielig, man, dat je je kat op die manier opsluit. Nou ja, dat is ook zo. Maar het past wel, want Otje heeft laatst een nieuwe rol gekregen in een film genaamd Shaw Cat Redemption Comedy. Oké, dat was vrijwel een van de domste grappen die ik ooit gemaakt heb. Ze speelt niet in een film, jongens, het is een grap. Ze speelt wel in een serie, genaamd Puss on Break. Comedy. Ja. Oké. Ik hoor je denken, Kelvin, wat doe je nog meer afgezien van filmpjes maken over hoe je kat van het balkon is gevallen? Nou, dat ga ik je even vertellen. Namelijk, ik heb laatst met allerlei kleine YouTubers, ik mag kleine YouTubers niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Het waren geen kleine YouTubers, oké, maar het waren potentiële, optimistische toekomstbeelden van het leven. Oké, dat is misschien ook lichtelijk overdreven. Het waren YouTubers die het leuk vonden om met mij te collaben. Of je nou 5 abonnees had, of 5000, of 50.000, of 500.000. Oké, dat is wel een beetje veel, maar je snapt een beetje wat ik bedoel, toch? Ik probeer het maar een beetje uit te leggen, snap je? Ik heb een hele dag met YouTubers gefilmd. Ik heb 35 video's op een dag gemaakt en dat ging er ongeveer als volgt aan toe. Veel kijkplezier, ik heb wat gefilmd. Ilse Kramer, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Kijk, ik heb 0 euro. Wie wilde 0 euro? Ik wel. Wil je 0 euro? Yes. Mag niet. Oh. Deze mannen, wat hebben jullie meegenomen? Helium. Wat? Is dit een bong? Nee, het is geen bong. Ja, misschien. Ik hoop dat er een lachgas in zat, maar nee, er zit geen lachgas in. Het is helium. What's good, Kelfam? Hey! Wessel hier. Gaat alles goed? Ja. Ja, gaat lekker? Ja. Ben je gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Oké, goed zo. Hey, Myron. Do some dancing, man. Do some dancing. Do some dancing. Hey. Look at this man, look at this guy. Er was een tijd dat ik dacht dat ik kon dansen totdat ik Myron ontmoette. En alleen maar gekte. Hey. I'm ready. Wacht, eerst even zo. Alles hier. Lekker in je nekkie. Wat nasty. Oh, dit voelt zo. Dit is zo goor. Ik word wel echt lekker van. Je wordt echt een lekker toetje, man. Ik word hier. Oh, dit wordt een lekker toetje. Lekker, man. Ben je gelukkig? Ik ben heel gelukkig. Helemaal niet? Nee, klopt. Nee. De man is zo keer! Wat is dit ineens onder spot, man? Ineens camera in mijn gezicht. Zeg iets, doe een speech, alsof je de president bent. Ik ben nu hier om een groot aandeel te dragen in dit project. Ik doe superveel. Ik heb zelfs een camera mee. Kut verhaal. Later. Stef is er ook. Yo. Hey, Stef. Hoi, hoe is het? Goed? Ja, lekker. Let's go, we gaan beginnen. Ja, hey. Nee, maar je zei lekker, maar ik vroeg helemaal niet hoe het met jou ging. Oké. Tim, the living legend. Ja. Het is Tim. Tim. Doe een gewoon shout-out. Tim. Het is gewoon Tim. Doe een shout-out naar iemand. Een shout-out naar Stijn. Hier, je krijgt van mij 0 euro. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Hij was 2 euro. Hoezo 2 euro voor 0 Je betaalt dus 2 euro voor een briefje van 0. Denk daar maar eens over na. Ja, dat vind ik wel een beetje apart. Ja. Hey, Quitter was good! Dit is niet gezond, echt aan de fucking... Nee, is niet oké. Okay. Wow, ik ben duizelig, pa. Oh, nee. Zing nieuw miljonair. Ik ben nieuw miljonair. Dat is ook nog populair. 045 creditcard. Dag Jade. Hi. Hoe gaat het met je? Ja, goed met jou. Ja, het gaat soepel. Wil je de mensen achter? Wow! Oh my god! Iemand zonder bril. Nee, doe hem snel weer op. Ja. Snel weer opdoen. Ja, ik ben. Nee, goed zo. Fijn. Les.
Dat had ik kunnen weten. Oké, nu wel echt. Grappig. Nou, dat moet ik echt niet grappen. Oké, nu beloof ik het echt. Beloofd. Nee, zo. Jawel, zie je. Ja. Oké, mooi. Hey. Je wordt hier gewoon van de tafel gedanst. Ja. Ik zit te dansen. Dus... Oké. Ja, dat... Ik zit op een stoel. Comedy. Comedy. Puppe. Wow. Ja. Wat is dit? Dit is mijn mooie gele paprika. Nee, het is... Don't judge. Het is een obesitas citroen. Nee! Jawel. Kijk! Nee, dit is geen paprika. Het is... Dit is een paprika. Ik geef toe dat die van jou heel mooi is, maar die van mij is gewoon... Talk to the hand. Ik snap het niet. Don't talk to me, talk to the hand. Oh, ik moet weg. Ik snap het alweer. Bye! Hey, later. Tigo, heb jij visie? Visie? Ik heb wel televisie. Hey! Netjes. Noah, jij maakte net een briljante grap. Ja. Zeg het, mijn boek heet Van Niks naar Kliks. Hoe heet jouw boek? Van Kliks naar Chicks. Hey, lekker. Hier, voor die briljante grap krijg je geld. Hoeveel is het? Oh, 0 euro. 0 euro. 0! Dat wou ik altijd al hebben. Oh, hey. Oh. Hey! Oh, laat je shit, man. Lekker, what the fuck, wat doen? Hoe kan dit? Huh? Is zwaartekracht uitgeschakeld als jullie dat doen? Senna is op de wc. Prank! Oh, ik ben een pranker! Ik wou jou filmen op de wc, maar dat is niet gelukt. Kijk als vet zijn in de spiegel hier. Zo is, ja. Dit is een vrouwentoilet. Alles is ook goud hier. Hoe is het leven op het vrouwentoilet? Heel erg fijn. Ja, het is prettig hier. Heel erg. Is meid hier ook? Nee. Wie is dat dan? Een andere vrouw? Is dat een andere vrouw? Nee. Oh! ik dacht serieus. Ik wist echt niet dat jij hier was. Ik moest even het luisteren, want ik hoor niet. Ik was echt bijna weggerend. Hè. Ik dacht, oké, als dit een andere vrouw is, ik ben weg. Ga nooit op het vrouwentoilet, mens. Je wordt achtervolgd. Hey, cheer. Ja. Nee. Hou op! Rot op, ik ga nooit meer een video met je opnemen, hè? Kut, Joost. Sophie, zeg iets wat de wereld gaat veranderen. Wat gaat het leven op aarde nooit meer hetzelfde laten zijn? Go! Lachen. Te laat! Oh, ik moet lachen. Hey! Is dit een ongemakkelijk moment? Omdat jullie altijd een ruzie hebben gehad en elkaar altijd ontliepen, maar nu elkaar tegenkomen? Is er ruzie? Is dit een... Heb je dat? Ik ben een heel liefdevol persoon! Hey, ze trapte jou! Nou, dat is jammer. Ik ben niet zo iemand die dan terug gaat trappen. Ik hou de eer aan mezelf. Ik ben niet zo iemand, zeg. Ik ben maar wat voor iemand ben jij dan wel? Ik ben een heel liefdevol persoon. Alles bij mij gaat om liefde en... Seks. Ik wil dat zelf niet zeggen, want ik wil, maar dan krijg ik weer die seks. Leuk dat je er bent. Ja. Dat was de video. Laat weten of je het leuk vond. Groetjes. Love you.